Dat heeft er wel weer mee te maken dat je enorm inventief moet zijn, constructies moet bedenken, zoals we dat met anderen ook hebben gedaan. En dat heeft ook te maken, veruit het belangrijkste is, met het gevoel wat zo'n jongen en zijn management bij een club als Feyenoord heeft. Maar dat is goed, zeg je net toch? Dat is heel goed, dat is heel goed. Dus het gevoel is heel goed, alleen het moet natuurlijk ook nog wel even omgezet kunnen worden in, want er komen altijd weer financiële zaken bij en daar zullen wij onze grens op zoeken. In het geval van Graziano, maar we zullen nooit meer over een grens heen gaan, zoals in het verleden wel eens bij Feyenoord gebeurd is. Dat zullen we nooit meer doen, voor geen enkele speler, maar we gaan wel onze grens opzoeken. Heeft het ook te maken met AZ dat nog geld van Parma krijgt? 1 miljoen euro heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Die hebben nog een flinke som geld te goed. 1 miljoen, dat is ook publiciteit geweest, dus dat kan ik gerust zeggen. Nou ja, dat zijn allemaal situaties waarin je misschien een stukje gebruik van kunt maken. Dus we zullen zien. Maar ga je ons, media, maar vooral supporters, weer verrassen net als met Koeman? Omdat je ineens veel sneller een akkoord hebt dan wij met z'n allen dachten? Nou, ik kan er weinig over zeggen, Jan-Dirk. Laat ons maar onze gang gaan.